In het Limburgse Thorn woedt al jaren een vete tussen twee groepen bewoners. Deze splitsing vindt zijn oorsprong in de strijd tussen de twee harmonieën in het dorp. De bokken en de geiten. De twee kampen staan lijnrecht tegenover elkaar. Dit is de kerkelijke harmonie Sint-Michiel, die ook wel de geiten Oetour genoemd wordt. Een van de beste harmonieën van de wereld. Al 3 keer zijn ze wereldkampioen geworden in de concertafdeling. In het oud-vorstendom Tour meten ze zich al meer als 100 jaar met die andere beste harmonie van de wereld, de Buk. Ook wel genoemd de koninklijke harmonie van Tour, die hier speelt onder leiding van Jan Kober. 4 jaar geleden kwamen ze als 2e op het wereldmuziekconcours in Kirkroy. Achter een geiten. Dat maakt je de spanning die een Tour toch al was, alleen maar een stuk groter. Documentairemaker Hans Heijnen zette deze spanning op film. Een jaar lang volgde hij de inwoners van het dorpje. Die hadden toen Sacre du Printemps van Stravinsky gespeeld. Heel erg mooi. Hele goede uitvoering. En die dachten, dit is echt het beste wat we ooit gedaan hebben. Toch won de kerkelijke, de geiten, die wonnen met een stuk van Varese. En het verplichte werk was beter van de bokken. Maar het keuzewerk was beter van de geiten. Dus ja, hoe moet je dat beoordelen? Dus die voelden zich heel erg benadeeld. En op het moment dat de geiten door het dorp trokken, zeg maar, in een feestelijke optocht, kwamen ze langs het clublokaal van de bokken. En die lieten dus uit hun speakers keihard de Sacre du Printemps van Stravinsky schallen. En dat is ja, zoiets van, ze komen maar hier langs, maar ze zullen wel weten dat wij dit beter gedaan hebben. Dus het galmde door de straten. Ze zijn toen verdeeld vanwege het feit dat er een pastoor was die niet zo tevreden was met dansmuziek op zondag. En dus die heeft op een gegeven moment ook gezegd van dan richt ik wel mijn eigen harmonie op. Wat werd er gezegd? Nou ja, dat er bokken en geiten zijn en dat er wel een verschil in is. Dat... Wat voor soort verschil? daar geef ik liever geen antwoord op. Als bij de buk het gebeurde, de voelen was van de buk, dat lag eerder op de straat als de voelen was van de geiten. De geiten, dus voor jezelf, we zijn zachter van karakter als de buk, denk ik. Raammakers, bok, en hier neven we Rome is bok, Tubé is geit. Mijn vrouw zou nog altijd naar een bokkenbekkerij gaan. Er is altijd een vete geweest. Er is altijd een vete geweest tussen die twee. Maar het heeft het dorp in wezen ook in zekere zin tot een zekere voorspoed gebracht. Als je ziet dat ze twee wereldorkesten hebben voortgebracht. Dit café heeft van begin af de gunstige ligging gehad tussen die twee zalen in. De geitenzaal, om het zo maar te noemen, de geitenstal, was 300 meter dijkantje op en de bokkenstal was 200 meter dijkantje op. Dus ze zitten er precies midden tussenin. Los daarvan, iedereen is welkom. Iedereen is welkom en die discussies over dat gebeuren, nou, die waren niet heel vakkundig gemijd. Ja. Dat hoeven we niet, nee, dat hoeft niet. Mijn kinderen toen ze geboren werden, hebben we net het geboortekeert omleer gehoord. Daar sting een bok op, dat bok dat lukt met die kinderen met. En dat boek, dat blijft als een rode draad door dat leven van de kinderen van ons lopen. Dat zijn nu van die kleine jongen, nu, wat dat zo lang geleden is. Hoor. En daar zit het nog in. In die kleine jongen zit het nog in. Ik weet nog, jong, dat gaat niet gauw weg.